Ik ben hooggeletterd. Dat weet ik al heel lang. Ik heb vroeger op het gymnasium gezeten. En in de tijd dat je nog 21 uur Grieks en Latijn kreeg. En in die tijd had ik een vriendje die zwakstroommonteur was. Dat betekende dat hij draadjes aan elkaar monteerde in een fabriek. Hij speelde ook heel mooi mondharmonica en daarom viel ik op hem. En hij sprak niet veel en ik kwebbelde de hele dag. En ik gebruikte woorden als infrastructuur en idiosyncrasie, want dat doen gymnasiasten. In ieder geval dat deden ze in die tijd. En op een dag zei hij, wat betekent dat woord? Ik zei, welk woord? Hij zei, passief. En toen besefte ik dat hij vermoedelijk meer dan de helft van wat ik de hele dag kwebbelde niet verstond. En vanaf toen heb ik me erop toegelegd om eenvoudig Nederlands te gebruiken. Dat lukte maar ten dele, want toen ik 7 verhalen van mij mocht bewerken voor laaggeletterden, merkte ik dat dat nog hard werk was, dat het heel ingewikkeld was om daar nog eenvoudiger taal van te maken. Maar het is gelukt en daarover kom ik op 27 maart, op de dag van de letters, vertellen.